de baard op je beeldscherm. Leuk dat je weer kijkt. En voor iedereen die nieuw is, welkom op dit kanaal. Vandaag geef ik je 6 tips mee voor als je zelf thuis wilt gaan trainen met gewichten. Komt-ie! Nummer 1 is uitvoering. Dat zul je vast al hartstikke vaak hebben gehoord, maar wanneer je thuis gaat trainen is er niemand die je controleert. In een sportschool een beetje 50-50. Sommige sportscholen krijgen dan wel eens een tipje van doe dit of dat, maar in heel veel sportscholen denken ze van kijk helemaal lekker wat je doet, als je betere uitvoering wilt en als je echt een harde progressie wil maken, dan betaal je maar voor personal training. Het klinkt hard, maar ze zetten het helaas wel in elkaar. Het voordeel is natuurlijk wel dat wanneer je net zoals mij thuis traint, je wel jezelf wel hopelijk gaat verdiepen. Je gaat veel video's kijken, je gaat misschien wel boeken lezen. Je gaat hopelijk mijn video's kijken met instructie. En als je dan iets weet, en als je een uitvoering weet, en als je een oefening goed weet uit te voeren, dan weet je ook echt waarom je dingen doet. En dan weet je ook echt waarom je zo beweegt. En dat is natuurlijk hartstikke handig en dat is dan wel weer het voordeel van thuis trainen. Nummer 2 is kwaliteit. Excuseer mij voor mijn lelijke handschrift. Kwaliteit. Ik heb me niet voorbereid. Ik heb zoals hier zit 50 mm dumbbells. En ik heb ook wel eens 30 mm dumbbells gehad. Die liggen in mijn andere trainingskamer. Heb ik hier nog een voorbeeld? Nee, wat een waardeloze presentatie. Afijn. Moraal van het verhaal, dat zijn 50 mm spullen. Als ik dit ooit nog zou willen verkopen, ik kan me niet voorstellen, maar als ik het zou willen verkopen, dan kan je er makkelijk vanaf. En wanneer je die dunne Chinese zooi koopt, dat 30 mm spul, dan ja, daar kom je eigenlijk niet vanaf. En als je er wel vanaf komt, dan loop je dik verlies. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat je met een 30 mm spul helemaal niets kan doen. Ik ben daar ook mee begonnen. Ik heb een dumbbell gekocht, een goedkoop bankje en die heb ik nog steeds. Ik heb inmiddels wel een tweede gekocht. Uiteindelijk ben ik dus duurder uit, want ik koop alles dubbel. Maar, moraal van het verhaal, je kan wel even vooruit met een 30 mm spul. Maar, weet je, geef liever wat meer geld uit aan wat betere kwaliteit. Als je het dan zat bent en je hebt 1000 euro uitgegeven, dan kan je het waarschijnlijk nog voor 600 euro kwijt. Terwijl als jij voor 1000 euro aan 30 mm materiaal koopt, kan je het misschien voor 200 euro kwijt. Nummer 3. Hoe zal ik dit noemen? Ik noem het maar na de... Nummer 3. Nadenken. Dit hebben jullie niet gezien. Nadenken. Wat bedoel ik met nadenken? Denk vooral na wat je nodig hebt. Zoals het voorbeeld van daarnet, het bankje. Mijn dumbbells, daar begon ik mee. En dat was, ja, hoe lang heb ik daar vooruit mee kunnen gaan? Misschien 2-3 maanden. En op een gegeven moment kocht ik een complete squatcore die hier voor mij staat. Later heb ik er nog een gekocht. En zo blijf ik eigenlijk spullen kopen, maar... Denk goed na wat je nodig hebt. Als je een bankje hebt, een setje dumbbells, een barbel en wat gewichten, dan kom je al een heel eind en dan hoeft het allemaal helemaal niet zo duur te wezen. Dan kan je voor rond de 500 euro kan je klaar zijn. En dat klinkt natuurlijk als heel veel geld. Maar goed, als je een sportschoolabonnement hebt, 30 euro keer 12 maanden, zit je ook aan plus minus 400 euro. En daarbij komt dat je je sportschoolabonnement niet meer kan verkopen. Dat geld is weg. Nummer 4. Ga ervoor. Als ik zeg ga ervoor, dan bedoel ik hou onder andere een schema bij, kijk waar je mee bezig bent, kijk hoeveel je eet, noteer alles. Het heeft totaal geen nut als je week 1 50 kilo bankdrukt en je bent 12 weken verder, je bankdrukt nog steeds 50 kilo. Oké, natuurlijk is het goed voor je gezondheid, natuurlijk zal het een effect hebben. Maar het kan natuurlijk beter en sneller zonder er al te veel extra moeite voor te hoeven doen. Je hoeft alleen maar een schema, een voedings- en een trainingsschema aan te houden. En dan kan je met hetzelfde materiaal, alleen met wat anders, door het materiaal wat anders te gebruiken en door wat anders te eten, kan je meer progressie boeken. Dus als je wat doet, doe het dan goed. Nummer... Ik had hier over na moeten denken, dit komt helemaal niet uit op mijn bord. Nummer 5 is alleen. Train alleen. Ik ga er eigenlijk al vanuit dat als je thuis sport je alleen traint. Maar je kan natuurlijk ook met je vrouw, met je vriendin, met je vriend. Kan je ook gaan trainen natuurlijk. Of zomaar een willekeurige vriend van je. Dat zie je ook wel eens voorbij komen in mijn vlogs. Ik train ook wel eens met iemand. Alleen ik ben niet begonnen om met iemand samen te trainen. Waarom zeg ik dan train alleen? Stel je voor het is
het is oud en nieuw geweest, je hebt weer goede voornemens. Kom, laten we lekker gaan sporten. Maar zodra die ene persoon afhaakt, dan is de kans ook vrij groot dat je zelf ook niet meer gaat. Maar als basis zou ik zeggen, start alleen, zodat je ook alles alleen kan doen, alleen moet opzoeken, alleen motivatie moet opbrengen. En zo zou je op de lange termijn veel meer progressie boeken. Nummer 6, de laatste tip. Hoe ga ik hem noemen? Ik. Omdat ik zo belangrijk ben? Nee, absoluut niet. Ik ben helemaal niks. Maar ik zou mijn andere video kijken. Thuis trainen voor beginners. Of thuis trainen beginners. De link zet ik onder deze video. Hier ergens boven of hier ergens boven. Net waar dat in beeld komt. En daar staan nog meer handige tips in. Meer over wat je moet gaan doen als je een beginner bent. Ik dank u. Als je nog niet geabonneerd bent, doe dat. Want er komt nog veel meer nuttige informatie aan. En ik zie jou volgende week.